Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op TBB. Vandaag heb ik Yves. Ik heb Yves, daar is ze of hij. Yves heb ik. Ik claim hem al. Yves. Oké. Ik weet het leuk gemaakt. Ik heb hier namelijk allemaal krachtpunten. Zo, als jullie kunnen zien. Heel veel krachtpunten. En dus ga ik één potje spelen. Kracht 1 Yves. 1 potje spelen op Max Yves. En 1 potje spelen in Knokbal. En dit is het eerste potje op kracht 1 Yves. Maar dit is zo ziek. Kijk, ik kan gewoon over het water heen. Dat is zo ziek. Oké. Het zijn natuurlijk bots. Logisch. Want ik speel op heel laag niveau. Nou ja, oké, ik ging daar bijna dood. Oké, dit was aardig slecht van mij. Ik ga gewoon nog een bordje doen op kracht 1. Dit was heel slecht van mij. Oké, ik moet nog heel even wennen aan de manier hoe ik nu speel. Want normaal hoorde je in mijn video's heel veel gekraak. En dat probeer ik dus nu niet meer te hebben. Om anders te spelen. Maar het speelt wel nog even een beetje anders. Dus daar moet ik een beetje aan wennen. Oh mijn god, ik ging weer over het water heen. Oké, nou ja. Mikken op deze manier is zo moeilijk. Kan ik ook dingen op het... Oké, dan gaat hij er overheen. Dankjewel, dan komt dat ding nu uit en dan is hij nu dood, deze Carl. Nou. Zo, nu is hij dood, oké. Nou, dan gaan we. Ik ga gewoon even zo. Dit is zo geinig over het water heen. Oké, een El Primo. Liever dat El Primo doodgaat. Dat heb ik zeer liever, ja. Hier, kijk. Boel. Kijk. Ik ga gewoon op het water. Dan. Nee. Dat moet je met de mortis hebben. Want de mortis kan niet bij je komen. Hier, ik ga hem laten killen met mijn super. Nou, vooral als hij hit, dan gaat het wel lukken. En hij is dood. Wat? Ja, hij is nu dood. Lekker. Oké. Dit Yves. Ik vind Yves nu al goed. En dan. Nu ga ik alle krachtpunten inzetten op Yves. Volgens mijn berekeningen. Kan ik Yves dan naar kracht 7 upgraden? Want dat was ook bij alle andere Brawl Pass knokkers. Want ik spaar altijd de krachtpunten voor de Brawl Pass knokker. En dat is dus nu Yves. En ja. Nu heb ik Yves best wel hoog al. Maar we zijn nog niet bij vakje 30. Qua krachtpunten. Oké, hier nog 50. En hier nog 75 krachtpunten. Ja, ik zet ze allemaal in op Yves. Ik wil gewoon de Brawl Pass knokkers. Wil ik niet kracht 1 hebben. Ik wil ze echt kracht 7 of zo hebben. Nou ja, hoger. 125 nog erbovenop. Dan heb ik in totaal 6. Oh nee, 550 voor. En dan nu Yves gaan upgraden. Oké, dat gaat nog wel even door. Inderdaad, kracht 7 Yves. Oké, doe ik nu nog één potje solo. En dan ga ik afsluiten met één potje knokbal. En dat was dan weer de video van vandaag. Blijf zeker kijken. En als je nu nog kijkt, dan ben je echt de legend. En zeg dan in de comments code TBB. Of Yves is zo goed. Of Yves is OP of zo. Iets met Yves. Zeg iets met Yves. Als je nu nog kijkt, ben je echt een legend.
En blijf ook zeker kijken totdat ik het potje knokbal heb gedaan. Want dan weten jullie ook hoe goed Eve is. Dus blijf zeer zeker kijken. Oh mijn god, ik dacht even. Ik kan niet over het water heen. Het is zo erg wennen met Eve. Oh, ik moet echt oppassen voor Carl weer. Want Carl vond ik de vorige keer niet heel leuk. Carl is nu dood? Oké, nou ja. Eve is nu belachelijk goed op kracht level 7 niveau. Kijk, hij kan niet bij me. Ja, oké, Daryl kan dan nog over het water heen rollen. Maar dan rolt hij naar de andere kant. Dit is zo leuk. Eve is te goed. Oké, doen we nu nog een potje knokbal op het einde. Knokbal is natuurlijk nooit water, dat kan niet. Maar... ja, ik ga even kijken hoe goed Eve ook in knokbal is. Ik denk dat Eve wel beter in solo is. Of in duo. Waar water is namelijk. En... ja, dat denk ik wel eerlijk gezegd. En daar heb je ook krachtpunten en zo. En dat maakt Eve, zeg maar, nog beter. Ik heb wel gescoord, maar dat maakt Eve nog beter dan... dat is... in ieder geval is dat water. En de krachtpunten ook wel. Want dan doe je veel meer damage. En dan nu gewoon even een trickshotje. Nee! Oh, nou ja. Oh mijn god. Dit was er wel een beetje slecht. En dit ook. Die A4. Die cold. Kilt iedereen aan. Ah, nee, niet. Lek. Oh, maar dit is nog heel erg even wennen. Om zo te spelen. Maar dan krijgen jullie wel geen gekraak meer in de video's. Maar als ik nu in de video's wat minder goed speel. Dan komt het dus dat ik anders speel. Blijf echt. Degene die. Dit was dom. Degene die nu nog kijken zijn echt heel erg ziek. Ja. Oké. Mogen het absoluut niet verliezen. Ik denk dat de El Primo wel gaat scoren. Yep. 31 heeft gescoord. Hey. Nou ja, ik vind Eve niet normaal goed. Eve is heel erg goed. Dus als je de brabant hebt, ik zou zeker die opdrachten doen en Eve vrij spelen. Nou ja, tot de volgende video. Later, abonneer en laat een leuke comment achter.